Welkom bij de Breus Vivo45LS-tutorialserie. In deze instructievideo bespreken we de functionaliteit van het voor- en bovenpaneel en de procedure voor het uitvoeren van een pre-gebruiktest. Op het bovenpaneel van de Vivo45LS bevindt zich de luchtuitlaat voor de patiënt. Hier sluit u een beademingscircuit met uitademingsklep aan of een lekbeademingscircuit aan. De Vivo45LS heeft geen eigen beademingscircuits nodig te voor het verwarmde beademingscircuit wordt gekozen. De grote knop in het midden van het bovenpaneel is de start-stopknop. Deze knop wordt gebruikt om de beademingsbehandeling te starten en te stoppen. De grote knop rechts op het bovenpaneel is de alarmonderdrukknop. Deze knop wordt gebruikt om een geactiveerd alarm uit te zetten of om het alarmgeluid gedurende twee minuten te dempen. Wanneer u de Vivo 45 LS inschakelt. Bevindt het apparaat zich in een standby toestand. In de standby modus vindt er geen beademing van de patiënt plaats en kan de gebruiker de instellingen van het apparaat bekijken of wijzigen zolang er geen pop-up bericht verschijnt in het rechterondergedeelte van het scherm. Dit informatieve pop-up bericht kan informatie weergeven over de stroombron of een twijfelachtige alarminstelling. Druk gewoon op de knop onder het woord OK om eventuele berichten te bevestigen. U kunt een informatieve pop-up zien die de gebruiker vraagt of hij een Pre-Use-test wil uitvoeren met een nee of ja-optie. We zullen nu bespreken hoe u de Vivo45LS Pre-Use-test uitvoert. De Vivo45LS-test voor gebruik heeft twee functies. Ten eerste detecteert de test het type en de compatibiliteit van de volledige patiëntcircuitconfiguratie die op de Vivo45LS is aangesloten. Ten tweede compenseert de test het samen drukbare volume dat in het aangesloten circuit verloren gaat. Dit is om ervoor te zorgen dat het volume lucht dat in het circuit overblijft na voltooiing van de ingeademde lucht wordt gecompenseerd, zodat de patiënt het volledige volume krijgt toegediend. Als de test voor gebruik niet wordt uitgevoerd, werkt de Vivo45LS met standaardcompensatie van het patiëntcircuit. Het wordt aanbevolen altijd een test voor gebruik uit te voeren wanneer het patiëntcircuit wordt vervangen of gewijzigd. Klik op de knop rechtsonder voor Ja om de pre-gebruikstest uit te voeren. De gebruiker moet zorgvuldig de volledige stap-voor-stap stap, instructies voor de test voor gebruik volgen die op het VIVO45LS-monitoringscherm worden weergegeven. Zorg ervoor dat de juiste en volledige circuitconfiguratie op het apparaat is aangesloten. De patiënt mag niet zijn aangesloten en niets mag het einde van het circuit blokkeren. Klik rechtsonder op OK om door te gaan. Het scherm geeft nu aan welk type circuit de Vivo45LS heeft gedetecteerd dat is aangesloten. Als dit correct is, klikt u op de knop onder de optie Ja, zo niet klikt u op de knop onder de optie Nee. Als u Ja selecteert, krijgt u een extra reeks instructies die u moet volgen. Volg zorgvuldig alle instructies en zorg ervoor dat u delen van het circuit bevestigt of verwijdert zoals aangegeven en klik dan op OK. De Vivo 45LS zal een weerstandtest op de circuitconfiguratie uitvoeren. Als de test succesvol is afgerond, vraagt het apparaat de gebruiker het uiteinde van het patiëntcircuit te blokkeren. Wanneer de gebruiker het einde van het circuit volledig heeft geblokkeerd en op de knop onder de optie OK heeft gedrukt, zal het apparaat vervolgens een conformiteits- en lektest uitvoeren. Wanneer deze test met succes is voltooid, zal de Vivo 45 LS de resultaten van de test voor gebruik rapporteren. De gebruiker kan dan op de knop onder de optie OK drukken om te bevestigen. Om de beademing te starten, houdt u de Start Stop, Standby, knop op de Vivo 45 LS ongeveer 4 seconden ingedrukt om de behandeling te starten. Laat de Start Stop, Standby, knop los wanneer de voortgangsbalk gevuld is. U kunt ook kort op de Start knop drukken en vervolgens op de knop onder de optie Start. Om de beademing te stoppen en naar de standby-modus te gaan, houdt u eerst de Start Stop-standby-knop op het voorpaneel ingedrukt. Laat de Start Stop-standby-knop los wanneer de voortgangsbalk gevuld is. Druk vervolgens op de toets onder de optie OK of op de audiopauze-knop. Om het stopproces te annuleren en de behandeling voor te zetten, drukt u op de knop onder de optie Annuleren. Nu het apparaat beademt, Laten we eens kijken naar de kenmerken en functies van het frontpaneel. Helemaal rechts op het frontpaneel bevindt zich een rij LED-lampjes. Beginnend vanaf de bovenkant zijn er drie LED-lampjes die de alarmstatus aangeven. De bovenste LED is rood en geeft een alarm met hoge prioriteit aan. De volgende is oranje en geeft een alarm met gemiddelde prioriteit aan. De onderste oranje LED geeft aan dat een alarm is uitgeschakeld. De volgende vier LEDs geven de stroombron aan waarop het apparaat momenteel werkt. Van boven naar beneden geven ze wisselstroom, gelijkstroom, klik-in of een externe batterij en interne batterij aan. Onderaan het monitoringsscherm bevinden zich vijf menuknoppen. De functie van elke menuoptie staat in het scherm hierboven. Modus, Setup, Alarm, Monitor, Andere. Rechts van het frontpaneel bevinden zich vier navigatieknoppen. Deze knoppen worden pas geactiveerd wanneer een menuselectie wordt geopend. Ze worden gebruikt om door menus te navigeren wanneer ze worden geactiveerd door de menuknoppen onder het monitoringscherm. De pijlen omhoog en omlaag zullen altijd een parameter markeren en de pijlen links en rechts zullen altijd een gemarkeerde waarde veranderen of verhogen of verlagen. Onder de navigatieknoppen bevindt zich tenslotte de I-knop. Deze wordt gebruikt om contextgevoelige hulp te bieden bij gemarkeerde menuselecties. Tot zover deze instructievideo over het bedieningspaneel en de Preyus test voor de Preyus Vivo 45 LS. Voor meer instructievideo's over de Vivo 45 LS kunt u terecht op de Education by Preyus website. Bedankt voor het kijken!